Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag, want ik ga een beetje een soort van weekendvlog doen. Ik heb net even de honden uitgelaten. Mijn vader is dit weekend weg voor werk. En hij laat eigenlijk bijna altijd de honden uit. Dus nu moeten wij het eventjes doen. Dus ik heb dat net gedaan. En verder moet ik vandaag eventjes wat andere dingetjes doen. Ik ga allemaal kleding verkopen via Selfie. Dus daarvoor ga ik vandaag eventjes mijn kleding, want ik heb al eigenlijk al mijn kleding uitgezocht. Maar ik ga een deel, wil ik ook via Vinted doen. Om gewoon een aantal items te denken van oké, die verkoop ik liever op Vinted. Dus even uitzoeken wat ik dan naar Selfie ga doen. Selfie, ja, ik weet niet hoe ik dat uitspreek, maar in ieder geval dat. En wat ik zelf op Vinted ga zetten. Verder is dit weekend ADE. Daar heb ik heel veel zin in. Ik ga zaterdagavond ga ik naar No Art in de Loft. En zondag is Solid Groove strafwerk. En dan gaan we daarna ook nog naar Carpe Diem in de Koepelkerk. Dus ik weet niet wat. Zeg maar, ik heb er heel veel zin in. Maar ik weet gewoon niet of ik het gewoon ga overleven. Ik moet niezen. Het is heel raar als hij er niet komt. Maar hij komt echt bijna. Oké, hij komt niet. Maar goed. Ik ben de laatste tijd zo snel moe. En als ik één avond laat slapen ben ik ook weer ziek. Dus ik hoop niet dat ik ziek of wat dan ook ga worden. Dat is dus een beetje de planning van het weekend. Ik dacht, ik ga gewoon even een weekend vloggen. Want ik heb namelijk de rest van deze week echt geen ene interessante moer gedaan. Ik dacht, kan ik dat wel gaan filmen? Maar dat is ook niet leuk om naar te kijken. Ik heb hier een hele stapel van dingen die op Selfie komen. Echt heel veel dingen nog met kaartjes eraan. Die gewoon nog nooit gedragen zijn. Ik weet niet precies wanneer het allemaal opkomt. Want ze komen het ophalen en dan gaan ze het er zelf allemaal opzetten en dergelijke. Dus tegen de tijd dat het op mijn account staat, zal ik wel even een seintje geven. En dan heb ik ook nog een aantal jassen en dingen. Maar die ga ik op mijn Vinted zetten, want die zakken voor Selfie zijn niet mega groot. Waar ik alles in kan doen. Dus ik weet niet of ik genoeg ruimte ga hebben om die jas er ook bij te doen. Dus die ga ik denk ik dan op mijn Vinted gewoon zetten. Er zitten hier ook echt heel veel items tussen waarvan ik ze eigenlijk niet weg wil doen. Maar ik ben gewoon het afgelopen jaar zoveel aangekomen dat ik gewoon letterlijk van een maat 34 naar een maat 38 ben gegaan. En het is in principe niet erg. Maar het is wel echt heel jammer, want sommige dingen pas ik gewoon echt niet meer. En ik heb ze al zo lang gehouden in de hoop van, misschien pas ik ze over een tijdje weer. Maar dat tijdje duurt wel erg lang. Dus ja. Alle zakken zijn gevuld. Het zijn 6 zakken. En dat past er redelijk. Ik heb een aantal dingen die er niet in passen, die ga ik dus op mijn Vinted zetten. Maar ik ben echt helemaal kapot hiervan. Ik ga even lunchen, want dat heb ik nog niet gedaan. Godver. Dat, oh mijn god. Ik ben echt helemaal shaky, omdat ik zo'n honger heb. Ik heb me even omgekleed, want ik ga even naar de stad. Ik wil even kijken of ik alvast een outfit of iets kan vinden voor dit weekend. Ik heb trouwens echt het idee dat mijn haar letterlijk met de dag donkerder wordt. Op de camera ziet het er misschien niet zo uit. Maar het wordt echt steeds donkerder en ook echt steeds meer oranje. Maar ik wil het eigenlijk echt niet verven, want mijn haar is zo doodgaan vorige keer. En ik probeer het echt weer te laten groeien, maar zoals je kan zien lukt dat nog niet echt. Ik moet zeggen, ik heb het echt 2 maanden geleden denk ik dit eraf geknipt. Toen was het echt heel kort. Dus het is al wel ietsjes gegroeid, maar ik heb het idee dat het een beetje op dit punt blijft hangen. En ik vind het echt zo kort en ik vind het echt niet mooi bij mezelf staan. Van mezelf. Nou, wij zijn even aan het eten. En ik heb wat dingetjes gehaald. Dus ik thuis eventjes aan jullie laten zien. Maar even lekker eten. Ik ben terug uit de stad. En dit zijn de dingetjes die ik gekocht heb. Deze top. Die vind ik zelf wel echt te heftig. Dus die ga ik terug doen. Is van Zara. Beetje too much. En dan deze broek van de Bershka. Denk wel. Die vind ik echt top. Maar dan moet je er even een ander topje boven denken. En dan heb ik ook nog deze. En die heb ik, daar heb ik een topje ook voor gekocht. Maar tenminste, Char heeft die voor mij gekocht. Want de allerlaatste voorraden van mijn maten, zeg maar, in de winkels, waren in Rotterdam. En heel toevallig liep Charlotte daar langs toen ik haar belde. Of was ze daar, dus toen kon ze die gelijk meenemen voor mij. En dat is in ieder geval een topje, maar die zal ik dan vanavond laten zien. Of morgen, want ik ga vanavond natuurlijk naar Charlotte toe voor de verjaardag. En dan heb ik bij de Pull & Bear nog deze lekkere trui gekocht. En dit is een hele chille trui, want hij kriebelt niet. En dat vind ik wel chill. Ik was echt op zoek naar zo'n trui. En gewoon lekker simpel. Kan ik er overal bij aan. Maar deze kriebelt niet. Ik heb hem even een beetje klaargemaakt. Ik heb gewoon heel simpel een klein beetje make-up opgedaan.
feit dat ik zulke erge wallen heb dat gewoon make-up mijn wallen niet meer kunnen bedekken. Vind ik heftig. Maar goed, ik heb een hele basic outfit aan. Een topje, deze is van Lovies. Broek is van Naked. Ding van Zara. Zo, mijn spiegel is vies. What the fuck? Mega bestoft. Ik weet niet hoe dat kan, maar de laatste tijd wordt mijn kamer zo snel stoffig. Dat is niet normaal. Ik ga nu nog eventjes Arrow kijken, even chillen. En dan ga ik daarna even snel eten en dan naar Rotterdam toe. En even een gezellig Charder verjaardag vieren. Ik heb nog eventjes mijn nieuwe trui aangetrokken eronder. Want ik dacht, als ik dadelijk over straat moet, is het wel lekker om even iets van een trui aan te hebben. En ik heb deze Raw Studios tas erbij. Ik ben niet heel content over de outfit, maar ja. We gaan toch alleen maar naar Charlotte. Dus op zich vind ik het niet heel erg. Ik heb trouwens ook nog twee nieuwe gaatjes laten schieten vandaag. Beetje impulsief. Maar goed. Oké, guys. Ik zit weer in de auto. Ik had daar niet gefilmd, maar het was heel gezellig. Even mijn ding uit. Zo. In de tijd dat ik dus naar de auto liep, begon het echt fucking hard te regenen. Maar echt fucking hard. Maar goed. Oké, ik ga nu lekker naar huis rijden. Dan ga ik lekker slapen. Morgen ga ik met Charlotte. Tja, dat is niet. Nee, Charlotte, zeg maar, dit is Charlotte. Oh. Oh. Rustig. En dan ga ik morgen met Charlotte. Dus. Very gezellig. Maar ik lijk nu echt een beetje op een soort van ratje. Nu wacht om lekker warm straks in mijn bedje te liggen. Helemaal zin in. Maar eerst nog even lekker een 40 minuten naar huis rijden. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik weet niet of dit nu een beetje recht staat. Ik ben even snel klaargemaakt. Ik heb een klein beetje make-up opgedaan. Ik had een pakketje binnengekregen, want ik had het besteld bij Naked. Dus ik dacht dat ik het even aan jullie zien. Want hij had namelijk zo'n actie dat je 35% of 25% korting of zo hadden op de influencer collecties. Dus ik heb dit jurkje gekocht. En dan had ik een setje van een soort satijnachtig stofje. Met een shortje en een blouse. Want ik ga over iets meer dan een maand lekker op vakantie naar Bonaire. Ik heb er echt zoveel zin in. En ik dacht, dit is dan wel echt heel erg leuk voor 's avonds uit eten. Of bijvoorbeeld over je bikini heen, zo'n blouse. Dan hoort er dus zo'n satijnen shortje. Daar. Heel leuk. Ik ga dit op een later moment allemaal eventjes aandoen en verpassen. Ik heb er nu geen tijd voor, want ik moet namelijk zo vandoor. Want dan ga ik naar Boerden, ga ik naar Charlotte toe. En dan gaan we even kijken wat we aan kunnen doen met ADE. En anders gaan we even shoppen. God jongens, mijn haar is zo dood. Ik heb dus een nieuw foamborstel laatst gekocht. Ten eerste, voor mijn haar werkt het gewoon niet. Want ik heb denk ik gewoon te kort haar om daar iets mee te kunnen doen. En het zakt ook gelijk eruit. En de tweede, als ik het gebruik, dus staat mijn haar echt overeind van de doodheid. Dit is niet normaal. Maar goed, ik heb hier allemaal kleding liggen. Want ik had namelijk een beetje stress met outfits. Voor dingen die ik dan mee kon nemen als mogelijke outfit. Maar ik heb vandaag in ieder geval deze trui aan. Als hij scherp stelt, tenminste. Die heb ik dus gisteren gekocht bij de Boom Bear. En ik vind hem echt heel chill. En een pantalon van Naked, dat doe ik mijn New Balance erbij aan. Even kijken welke jas ik aan doe. En dan ga ik er zo vandoor. Het is inmiddels alweer avond. En ik heb vandaag eigenlijk helemaal niks gezond. Sorry daarvoor. Maar ik dacht, ik laat je nog even de item van Naked zien. Maar ik weet niet wat dit is. Maar ten eerste, het is zo kort. En hij is hier veel te groot. En kijk, je ziet mijn tiet bijna. Hier aan die kant ook. Maar hij kan ook niet echt lager dan dit of zo. Dus nou, dit is echt absoluut niet de vibe. Ik vind het idee hartstikke leuk. Alleen de uitvoering dus wat minder. Ik denk dat ik dit setje wel leuk vind. Ik weet alleen niet echt wat ik van een broekje moet vinden. Want nou, hij zit hierboven zeg maar niet per se heel
strak. Maar ik vind hem hier misschien wel een beetje te strak of zo. Omdat, zeker omdat die blouse best wel oversized is. Dat vind ik denk ik leuk als het broekje ook wat meer oversized was geweest. Of als hij zeg maar zo wat korter was geweest. Maar daar kan ik in principe wel fixen. Maar ik weet het niet. Over deze twijfel ik een beetje. Want kijk, aan de achterkant zit dat broekje wel weer gewoon goed. Maar aan de voorkant vind ik hem hier een beetje strak of zo. Goed, ik ga nu in ieder geval lekker slapen. Oh, kijk, dit soort dingen staan mij dus zo echt niet. Ik moet dit echt helemaal opdragen. Maar goed, ik ga lekker mijn bed in. Morgen ga ik even overdag wat foto's maken. En in de avond naar No Art. Ik voel me niet heel lekker, dus ik hoop niet dat het door gaat zetten. Dat ik echt ziek ga worden. Dus ik ga lekker vroeg naar mijn bed nu. En dan morgenochtend een beetje op tijd opstaan. Dan outfits uitzoeken voor foto's. En dan, ja, dan. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik heb me klaargemaakt, want ik ga sowieso een fotootje maken. Ja, een fotootje. Ik moet een paar foto's maken. En dan kom ik daarna kom ik thuis. Dan ga ik me omkleden. Spullen pakken. En dan ga ik naar Charlotte toe. En dan gaan we vanavond vanuit haar naar, naar Amsterdam. Ik ben niet heel content met hoe ik eruit zie. Maar haar wel helemaal niet. Maar ik heb geen tijd meer om te krullen. En ja, het ziet er echt niet uit. Ik zie er sowieso echt de laatste tijd. Mijn huid is weer slecht. Ik weet niet echt wat het allemaal is. Maar het gaat niet helemaal van zijn leidakje. Ik hoop dat het ook de rest van de dag wel een beetje oké blijft zitten. Omdat ik natuurlijk eigenlijk niet per se heel veel tijd heb om het nog opnieuw te moeten doen voor vanavond. Ik ga nu snel even naar beneden. Eerst wat eten en dan naar Den Haag toe. En dan haalt Fleur me op van het station. En dan gaan we even snel foto's maken. Nou, foto's aan het maken. Ja, ja. En zo. Hi, ik ben er ook. Jullie matchen echt nog goed. Allemaal groen. Het is ook echt. Oh ja. Nou, oké, okay, jongens, we zijn met Charlotte. Hallo. Oh, wow. En wij, ga lekker dansen. Lekker dansen in Amsterdam. Ik heb mijn haar dus stijl aan. Oh, ik vind het mooi. Ik vind het anders, want ik heb het altijd in de krul. In de krul. Altijd in de krul heb ik het. Dus niks. Ja. En dit licht ziet mijn make-up er niet heel goed uit. Je moet ook nooit met licht kijken. Maar het is toch donker daar. Oké, okay, we gaan lekker naar Amsterdam. Amsterdam! Tot zo bij de vlog! Doei! Oké, jongens, goedemorgen. En hoe doe je dat altijd? Ja. Het is vandaag zondag en we gaan straks naar Schopper. Tip top zien. Ja, ik heb deze top aan. Ik van de beurskaart. Oh. Welkom bij de vlog! Welkom bij de vlog! We zijn in Amsterdam. En we gaan eventjes strafwerk op zijn kop zetten. Maar we moeten heel nodig plassen eerst. Ja. Oh, kijk. Hier is ze, denk ik. Denken we niet? Dat denk ik ook. Ik denk het wel, hè? Ja. En wij gaan lekker dansen. Even lekker dansen. Ja. We willen ons even, hoe heet het ook weer? Oh, indekken. Verontschuldigen voor onze look van gisteren. Oh. Ja, gisteren waren we niet op ons best. We hadden tussendoor even een douche gepakt. Ja, dus het was echt sweat. Top. We hadden super warm. Maar nu zijn we weer fris. En nu zijn we helemaal klaar voor vandaag. Fresh for today. Fresh and fruity. Inmiddels dinsdag en ik ben weer thuis. Na een heel weekend feesten en doen. Het was echt mega, mega leuk. Ik heb niet echt met mijn camera gefilmd. Ik heb wel wat dingen met mijn telefoon gefilmd. Ik zal even kijken of ik dat erbij kan doen. Maar de laatste tijd importeert mijn filmpjes en dingen van mijn telefoon niet heel goed naar mijn computer. En dan krijg ik een zwart beeld. Dus ik hoop dat hij het doet. En zo niet. Nou, dan hebben jullie het niet gezien. En anders wel. Mijn stem is een beetje hees. Dus ik heb even wat gezonde dingen besteld bij Flink. En Flink is een hele fijne bestelservice. Zeker in het weer. Het is echt mega grauw buiten. Dus ik heb echt geen zin om nu naar buiten toe te gaan om gezonde dingen te halen. Dus ik heb eventjes een aantal dingen bij Flink besteld. Ik heb onder andere een sinaasappelsap. En dit is dus gewoon samenwerking met Chantal Jansen. En deze gembershot. Dus die ga ik eventjes met jullie proeven. Het schijnt dus altijd wel heel goed voor je te zijn. Oké, okay, voor de zekerheid. Een glaasje water erbij. 3, 2, 1. Oh mijn god.
eigenlijk op zich nog wel mee. Ik voel me nu wel een beetje nabrand in mijn keel. Maar dat is misschien ook omdat ik gewoon een hele schale keel heb. En ik heb ook een hele leuke kortingscode voor nieuwe klanten van Flink. Namelijk met de code ROSASOFIA krijg je 15 euro korting op je allereerste bestelling. Met een minimale bestelwaarde van 30 euro. Dus ik zou zeggen, neem zeker een kijkje. Het is mega chill. Want je boodschappen worden gewoon echt lekker snel bezorgd. En je hoeft er niet voor de deur uit. En ja. Ik heb nog helemaal niet echt geluncht. Dus ik ga lekker even zo deze croissantjes in de oven doen. Deze. Ik heb de verpakking al een beetje kapot gescheurd voor het openmaken. Maar die heb ik dus ook bij Flink besteld. Heel erg lekker. Oké, jongens. Ik ben even eten aan het maken. Met een Flink recept. Want je kan dus bij Flink ook recepten bestellen. Dan kan je in één keer alles in je boodschappenmandje doen. En dan hoef je niet los alles te bestellen. Dus dat is echt super handig. Want het zijn ook vaak gelijk al de afmetingen. Of de hoeveelheden die je moet gebruiken. Dus ik ben gegaan voor een pasta salade. Met rucola, lekker kaasje erbij. Basilicum, knoflookje, een beetje citroen. Dus dat gaan we nu lekker maken. Dus we zijn nu eerst de pasta aan het koken. En dan gaan we de dressing maken. Het kleine beetje dressing gemaakt. Het ziet er nu zo uit. En dit komt dadelijk door de pasta heen met de basilicum, de kaas, de rucola en de kappertjes. Zo, ik heb nu de rest er allemaal bij gedaan. En nu heb ik een hele grote bak met een lekkere pasta salade met kappertjes erbij, rucola, basilicum, lekker kaasje er doorheen en natuurlijk die dressing met citroen. Dus ik ga dit zo meteen even proeven, ik ben heel benieuwd. Hier heb je trouwens het kopje met de recepten staan. Als je laat, zo. Ik zal even snel het recept erbij halen. Die ik heb gemaakt. Ik heb dus echt heel veel verschillende recepten. En er staat dus ook bij hoe lang het duurt. Maar ik heb dus deze gemaakt. De pasta salade met citroen, rucola en parmezaanse kaas. En dan zie je zo alles wat erbij hoort. En dan doe je dit. Bestel ingrediënten. En dan zit het in je mandje. Ik lig inmiddels wel lekker in mijn bedje. Ik ben namelijk echt mega moe van afgelopen weekend. Dus ik ga de hele middag, avonds eigenlijk, verder in mijn bed liggen. Ik moet eigenlijk echt mijn kamer opruimen. Maar ik denk dat ik dat morgen lekker ga doen. Dat ik vandaag gewoon even helemaal niks meer ga doen. Ik ga zo lekker douchen en daarna lekker op tijd slapen. Ik ga dus echt mega vol van die pasta salade. Dus dat is ook wel chill. Ik wist niet dat het zorg zou vullen. En ik heb hem. Het was wel een portie voor twee personen. En ik heb ongeveer de helft ervan opgegeten. Maar het vult echt mega. Dus dat is wel echt heel chill. Ik wist helemaal niet dat Flink die recepten en zo ook hadden. Maar ik ben zelf niet heel goed in koken. Tenminste, ik weet nooit zo goed wat lekker is om te maken en wat leuk is om te maken. Dus voor mij is het echt heel handig, omdat ik daardoor gewoon weet wat ik een beetje kan maken. En wat leuk is om te maken. En er staat ook bij hoe lang alles duurde zo. Dus dat is ook handig. Dus ik ga die erin houden, want dan leer ik ook gewoon een beetje zelf koken. Aangezien ik dat dus nooit doe. Maar goed, ik ga bij deze wel lekker de vlog afsluiten. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En ook mijn volgende video weer te zien. Doei doei!